We zijn hier in Beuge en zometeen wordt er een plaquette onthuld. En de kinderen groep 1 en 2 die hebben hier zometeen een ontbijt. En wij gaan even kijken van wat er allemaal staat te gebeuren. Want het is al een heel leuk gekrioel, al dat klein spul bij elkaar. En zometeen gaan we natuurlijk naar binnen, naar de kalfjesboerderij. Nou, welkom allemaal bij de familie Lamers. We gaan vandaag twee dingen doen. Dus nou, ik kwam erachter via een gesprek met iemand dat dit de week was van het schoolontbijt. Ja? Dat klopt. Dat klopt, hè? Ja? En het schoolontbijt, dan, met ontbijt, dan doe je eten, hè? Ja. Ja? Nou, en de eten, dat ligt bij de bakker, bij de slager, in de supermarkt. Bij de groenteboer. Bij de groenteboer, goed zo. En dat doen jullie papa en mama, gaan dat daar kopen, hè? Ja, ja. Ja, maar dat eten, dat wordt ook gemaakt. Ja. Ja? En wie maakt nou dat eten? De bakker. De koe. Nou, maar nou moet zo'n bord nog onthuld worden, hè? Ja. Ja, nou, dat doet Janske. Janske samen met Sander en Daan. En Hanne en Gwen staan erbij. Ja? Loop maar even naar Sander toe. Trek maar aan het touwtje, Janske. Trek maar, Janske, heel goed. Loop maar iets naar achteren. Zijn nou de kleinkinderen van mevrouw Lamers die het bord gaan onthullen. Oh, dat is leuk. Oh. En daar komen ze tevoorschijn. Melkveebedrijf Lamers. Land van Kuik, boerbewust. Vinden jullie het bord mooi? Ja! Goed zo! Nou, nu hebben we met z'n allen keihard gewerkt, hè? Nou mogen we de stal op. En dan gaan we lopen we helemaal voorzichtig naar achteren toe. En dan mogen jullie... Nee, lopen doen we, hè? En dan mogen jullie allemaal je brood gaan smeren. Ja? Succes! Inmiddels is de voorzitter gearriveerd, worden wij. En wij staan hierbij. Hugo Bens. Hugo, we hebben jou vaker gezien. Waarom is het zo belangrijk dat boerderijen, boeren zich aansluiten bij boerbewust? Het is zo belangrijk dat wij twee werelden, de wereld van de boer en de wereld van de burger, weer terug bij elkaar brengen. Vroeger was het heel gewoon dat kinderen speelden op de boerderij. Ze kwamen vaak van de boerderij of de buren hadden een boerderij. Dus eigenlijk kwamen wel kinderen bijna altijd wel op een boerderij terecht. En dat is nu niet meer. En dat willen wij nu graag weer terugbrengen. Dat kinderen zien waar hun eten vandaan komt. Nou zien we hier en daar al de borden staan, boerbewust. Wanneer zijn jullie tevreden? Wanneer zijn wij tevreden? Als kinderen echt weten, en ook grote mensen, dus ik echt weten waar ons eten vandaan komt. Dat het niet uit de supermarkt komt, maar uiteindelijk de boer eigenlijk de basis is van ons voedsel. Nou hebben we ja, de laatste week heel veel gezien van boeren op tv met stikstof. Hoe groot is het probleem bij jullie? Nou, wij denken niet in problemen. Ik organiseer liever dan ik demonstreer. Ik vind het belangrijk om die verbinding terug te brengen. Demonstreren, ik begrijp, af en toe is dat toch gewoon nodig. Zeker als een bevolkingsgroep onvoldoende gehoord wordt, dan heeft hij het recht om zich uit te spreken. Dat is ook goed. Maar anderzijds, het probleem is iets anders. Het probleem is feitelijk dat we vroeger hadden we één belevingswereld. Dus feitelijk alle mensen kenden dezelfde problemen en dezelfde kansen. Omdat ze of op een boerderij grootgebracht waren of dichtbij een boerderij woonden. En dat is nu niet meer. Dus nog maar 0,3% van onze beroepsbevolking is boer. En nog maar 2% van de mensen komt op een boerderij. En daar zit het probleem. Nou kijk, ik hoop dat ik jou binnenkort weer op andere boerderijen zie, want dat betekent dat er toch weer boeren zich bij aangesloten hebben. En ik zie jou al met een big smile nu. Hoe leuk is het voor jou om hier de kinderen te zien en inderdaad
Ik hoorde net al een kind zeggen, ja, melk komt uit een pak. Ja, kijk, dat bedoel ik. En chocolademelk komt van de zwarte koe. Dat snap ik. En dat is juist het probleem. En daarom is het zo mooi om die kinderen hier te zien spelen op die boerderij, in het stro, met de kalfjes. En dat maakt het veel meer helderder voor die kinderen. Nou Hugo, ik zou zeggen, hele fijne dag nog en wie weet tot gauw. Nou, dat kan heel gauw zijn, want deze week is de week van het Nationale Schoolontbijt. Aanstaande vrijdag hebben we een volgende bordopening en dan met een lunch met kinderen. Nou kijk, het gaat steeds verder. Dank je, ja, inderdaad. Fijne dag. Dank je wel. Mama, ik ben weer in. Ben je hier gezond? Nee, ja. 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 Ja.